Begrip. Ik wens jullie veel succes. Deze meneer die heet Thomas Vaassens en die heeft een studie geschreven. Die studie is getiteld De Revanche van de Roman. En de onderliggende gedachte van die studie is dat er sprake is van een nieuw maatschappelijk engagement in de moderne, hedendaagse Nederlandse literatuur. Dat is een hachelijke stelling, zeker als men ziet wat de voorkeuren zijn van deze jonge geleerden. Dus welke elementen uit die hedendaagse Nederlandse literatuur zijn grootste belangstelling hebben. En dus welke elementen van engagement zijn aandacht trekken. Het is zeer verleidelijk voor mij om hier een paar buitengewoon grappen over te maken, dat ze het niet doen. Waar het om gaat is dat na een tijdperk waarin veel kunstenaars desgevraagd vertelden dat de kunst die zij maakten over de kunst die zij maakten ging. Klassieke antwoord van de componist, waar gaat muziek over? Nou, muziek gaat over muziek. De literatuur kende eenzelfde soort kleine ruimte aan zichzelf toe in hoge mate de jaren 80 en 90. Typische roman uit die tijd opent met een schrijver die aan het bureau zit en van plan is een roman te schrijven. In meeste gevallen komt hij daar niet uit en in een aantal gevallen komt hij daar wel uit. Dat is een karakteristieke figuur waarmee aangegeven is dat het dat is. In de beeldende kunst zijn, zeker in de tijd van de hoogtepunt van de conceptuele kunst, hier ook veel gedachten over de revue gepasseerd. En wat je er voor de rest ook van zegt, dat ziet er nu anders uit. Ik zeg nog niet dat het anders in het is. Het ziet er anders uit. Er is in verschillende kunsten ongemakkelijkheid ontstaan over dat louter op jezelf en je eigen kunstwerk getrokken zijn. Ongemakkelijkheid omdat het leven toch iets ingewikkelder is. En er is een zekere behoefte ontstaan in de kunst om weer een verhouding tot de buitenwereld aan te gaan. Ik denk dat het link is om het woord engagement zonder meer te gebruiken. Dat hoort bij de tijd. Er is een tijd geweest waar engagement en kunst nadrukkelijk bij één hoort. We kunnen daar voorbeelden van noemen. Er zijn uit de jaren, late jaren 60, begin jaren 70 gedichten voor Biafra geschreven. Dat was toen burgeroorlog en hongerstand op gang. Er zijn pamfletistische boeken geschreven, maar ook in de beeldende kunst zijn er kunstwerken die een afbeeldingsrelatie trachten te maken tussen de werkelijkheid en de kunst. Een directe verhouding. Het is niet alleen om dat te reduceren tot iets naïefs, maar wel om te onderstrepen dat dat expliciete engagement, het pamfletistische, niet is wat ik denk dat je in de hedendaagse beeldende kunst, literatuur enzovoort terugvindt. Ik denk dat het complexer is. Ik denk dat het voor kunstenaars van nu ook moeilijker is om hun kunst zo makkelijk te laten politiseren als bijvoorbeeld in de jaren 60, 70 het geval is geweest. Of nog eerder in de jaren 30 het geval is. Ik denk dat het ook moeilijk is om terug te gaan naar iets wat ooit was en dat te restaureren. Ik denk dat het altijd anders moet. En tenslotte dat de mate waarin kunstenaars tegenwoordig het individualistische karakter van hun werk onderstrepen, het ook een ander type verhouding tot werkelijkheid maakt, waar zij van spreken, waar zij een kunstwerk over maken. Maar dat er een verschil is tussen de beeldende kunst van nu en die van de late jaren 80, of de romanliteratuur van nu en die van 15 jaar geleden, dat lijkt me iets wat moeilijk te betwisten valt. Het is ook niet iets wat zich tot Nederland beperkt. Er zijn veel voorbeelden van te geven. En of dat nou in de literatuur is, Arnon Grunberg die oorlogsverslaggever wordt, of Desanne van Bredeno die romans schrijft, maar ook in het Nederlandse politieke debatprogramma Buitenhof columns uitspreekt, of welke voorbeelden u maar wilt invullen. Dat is het. En of het nou in de beeldende kunst gaat om Marie Dumas de kortste mogelijke keren een portret maakt van Barack Obama onderweg president te worden, of welke thematiek zij nog meer in haar werk naar voren heeft gebracht. Wat er aan de hand is, ziet er anders uit dan 20 jaar geleden, heeft een andere opvatting over. We gaan daar vandaag over praten.
met Michael Thatcher, hij werd natuurlijk al geïntroduceerd, beeldende kunstenaar schrijver, en met Wes Anderson. Ik wil het boek van Michael Hosseren, dat zeer onlangs verschenen is, even de hand nemen voordat ik jou uitnodig om twee kleine citaten naar voren te brengen. Dat is altijd ontzettend gevaarlijk dat ik jouw stem nu moet doen, zonder je te imiteren. Om het voedsel neer te leggen. Er is hier een gedicht dat zowaar zo begint. Zwaar geëngageerd en geeft zijn kunstwerk in het buurtcentrum de titel Identito. Een verzameling woorden in een trage trein grijpt en spoort aan op gepaste afstand de wereld in te kijken. Iemand zegt dat het to the point is. Geschiedenis is wat achterlicht, dat in de tijd verdient. Rekenen af met het geluid waarin mensen op hun laptops de krant zitten te lezen of bellen met hun geliefden. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat hier dat engagement met ironie wordt omgeven en onderstreept wordt door de mededeling gepaste afstand tot de wereld te houden als je de wereld in kijkt. Dat wordt in talloze momenten in dit boek nog versterkt door het karakter van de verhalen die hierin worden verteld. Prachtig samengevat in deze anderhalve zin. Het is de welvaartsstaat die de mensen in slaap zuurt. Ik vraag me af waarom ik dat zeg. En dan komt het. Het wezen van mijn tropische waarheid is dat die meer duidelijk is. Dat onderstreept ook een paar dingen die ik in mijn inleiding naar voren tracht te brengen. We hebben aan beide gasten gevraagd om aan de hand van hun eigen werk iets te vertellen over kunst en engagement. Mag ik deze dan als eerste vragen? Vanuit een politieke overtuiging of vanuit een andere groep, maar iets wat echt uit jezelf of uit je individualiteit voortkomt en waar je niet los van de wereld staat, maar daar leg je een onderdeel van vormt, maar die wereld beïnvloedt jou en jij hebt het idee dat jij dat die wereld ook wat van jou vraagt, dat je niet de hek kunt sluiten. En toen vond ik een stukje uit een van wat ouder boek, waarin iemand een brief schrijft en dat probeert aan een oude vriend duidelijk te maken. De aanleiding van de songtekst die zal ik u onthouden. Maar ze probeert na te gaan waar dat liedje waar het zo heel lang draait, waar het over gaat. Wat ik in de tekst beluister en lees, is dat er zijn.